Tussen eind april en begin mei 1943 vond de grootste staking uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Midden in de Tweede Wereldoorlog legden ongeveer 500.000 mensen het werk neer. Maar waarom deden ze dat? En wat waren de gevolgen van deze zogenaamde april mei In deze video zoeken we het uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terug naar het begin van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 was het Nederlandse leger verslagen door Duitsland. Ruim 300.000 Nederlandse soldaten werden nu niet tot krijgsgevangenen gemaakt, maar mochten terugkeren naar huis. Op 29 april 1943 maakte de bevelhebber van de Weermacht, Friedrich Christiansen, echter bekend dat dan deze situatie een einde kwam. De soldaten werden weer beschouwd als krijgsgevangenen en zouden in Duitsland aan het werk worden gezet in de oorlogsindustrie. Dit was nodig omdat Duitsers steeds meer nodig waren aan het Oostfront. De nederlaag tegen de Russen bij de slag bij Stalingrad had namelijk flink wat slachtoffers gemaakt. De opengevallen plekken in de fabrieken moesten daarom worden opgevuld door mannen uit de bezette gebieden, dus ook uit Nederland. Deze mededeling kwam voor de meeste mannen in Nederland als een complete verrassing en werd als bijzonder onprettig ervaren. Werken in Duitsland was een nieuw bewijs dat Duitsland de Nederlandse bevolking steeds meer dingen oplegde. Er moest een daad worden gesteld, zo vonden zij. Staken dus. De staking begon in Hengelo bij machinefabriek Stork. Daar kwam het bericht van Christiansen binnen via de dichtbijgelegen drukkerij, waar onder andere de nieuwe hengeloze krant werd gedrukt. Een groepje arbeiders van Stork besloot direct het werk stil te leggen en de poort uit te lopen. In de telefooncentrale van Stork ging Femi Hogenboom Eftink ondertussen andere bedrijven in de omgeving bellen om mee te delen dat de arbeiders bij Stork staakten en ze aan te sporen om ook mee te doen. Deze telefoonactie was een groot succes. Binnen een dag was heel Nederland op de hoogte van de staking en staakten heel veel mensen in het hele land mee. Aangezien ook het grootste deel van de zuivelsector deelnam aan de staking, wordt deze staking soms ook wel de melkstaking genoemd. Hoewel de Duitsers hadden gedacht dat de maatregel tot enige onrust zou leiden in Nederland, hadden ze totaal geen rekening gehouden met een grootschalige staking. Rijkscommissar Arthur Seyss-Inkort was zodoende op 28 april naar Zuid-Duitsland gereisd voor overleg met Hitler, Keuring en Himmler. Doordat hij nu niet in Nederland was, moest SS-chef Hans Albin Rauter nu de beslissingen nemen. En Rauter liet er geen gras over groeien en greep hard in. Hij had telefonisch overleg met Himmler en besloten werd om op 1 mei 1943 het standrecht in te voeren. Dat betekende dat samenscholing, werkweigering, wapenbezit, anti-Duitse publicaties en andere verzet voortaan ter plekke met de dood werden bestraft. Het standrecht werd bekendgemaakt via plakaten die overal in het land werden opgehangen. Het standrecht is vaak uitgevoerd. Tijdens en na de april-mei-stakingen zijn 175 stakers doodgeschoten en zijn er 400 gewonden gevallen. Het keiharde optreden van de Duitsers tegen de april-mei-stakingen leek effect te hebben. Op de meeste plaatsen in Nederland stopten de stakingen na een paar dagen. In het noorden van Nederland gingen de stakingen het langs door. Soms waren de er gevolgen ervan dramatisch. Een berucht voorbeeld is de situatie in het Groningse dorp Marum. Daar lagen op maandag 3 mei een paar bomen dwars over de weg. En toen er een patrouille Duits soldaten naderde en niet verder kon, beschouwden ze dat als een grote sabotagedaad. De Duitsers besloten, daar de dichtbijzijde boerderij te gaan, om daar op en rond het erf van boer Andries Harthold tien mannen op te pakken. De bomen werden verwijderd en de patrouille reed met errestanten weg om daarna nog zes mannen op te pakken. Vervolgens werden ze in de schuur opgesloten en werden ze na een paar uur zonder proces doodgeschoten. Hoewel de Duitsers de stakingen keihard neersloegen en ze daardoor slechts een paar dagen duurden, was de impact van de april-mei-stakingen erg groot. De bekendmaker van Christiansen had tot grote woede onder de Nederlandse bevolking geleid. En dat zag Zijs Enkwart ook. Hij besloot erom op 19 mei 1943 een toespraak te houden in de fabriekshal van Stork. Het was een optreden dat volledig in scène was gezet. Het moest uitstralen dat de arbeiders weer van ieder kant achter de Duitsers stonden en hij zou speechen voor een volle hal. Maar aangezien dat alleen niet het geval was, werden vlak over de grens Duitse arbeiders naar Hengelo gehaald om als publiek te dienen. Ook dit optreden en vooral de reactie van de Nederlandse arbeiders bij Stork maakten weer duidelijk dat het overgrote deel van de bevolking een grote hekel, zeg haat had, tegenover de Duitsers. Het Nederlandse verzet profiteerde van deze houding. In de periode na de april-meistakingen waren steeds meer Nederlanders bereid om onderduikers in huis te nemen of op een andere manier een bijdrage te leveren aan het verzet tegen de Duitse bezetter. De Nederlandse bevolking en de Duitse bezetter kwamen daardoor steeds verder tegenover elkaar te staan. Iets dat tot 1945 zou blijven bestaan.